Yo, kijk je niet IMT van met een nieuwe aflevering van GTA 3. We gaan daar eens proberen die nieuwe missie te gaan doen. Ik weet niet precies welke het is. Grand Theft Aereo. But they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Okay. Misschien is het een van de laatste missies van hem. Gaan ze meteen achterkomen. Op naar het vliegveld. Maar eerst even langs het ziekenhuis. Even extra helft halen. Dat is op zich ook wel handig. Remmen hier. Daar naartoe. Mij is dit extra helft. Oh, even slow motion. Not exactly what I meant to get, but it is something. Hier achter is een ziekenhuis. Vloep, vloep. Zullen ze gaan schieten op mij? Ja of nee? Uiteraard ja dus. Niet heel veel anders verwacht. Wat zou het zijn? Dan sterf ik bij het ziekenhuis. Oké, pakken we dit. Dan huppelen we weer door. Of dan rijden wij weer door. Hier langs kunnen. Ja joh, makkelijk. Oké, kan ik vanaf hier deze kant op? Ook heel fijn zijn. Volgens mij wel. Wacht, of moet ik hier die bridge over? In een nieuwe area terechtkom. Volgens mij wel. Rockstar. HQ. Deze kant uit? Volgens mij niet. Nee, ik moet daar bovenop zijn. Via deze kant moet ik er volgens mij zijn. Move. Nou ga ik hier dus zo'n rondje omhoog. Hé, hey, wat van die scham. Wat doe jij dan voor rare uitwijkmanoeuvre? Oh, die brug gaat ook open en dicht. Oh, what? That was really unexpected. Maar jongens, hier ben ik nog nooit geweest. Dit is het laatste gedeelte van het hele eiland. De airport. Jongen. Dit is allemaal rare dingen. Daan erop. Mag ik hier naar binnen? Anders rijd ik gewoon doorheen. Nee, wat gaat hier allemaal gebeuren? Colombian cartel is hier. Oh my freaking god. Gast, kom ik echt overal tegen. Wat is nou precies de bedoeling? Dat ik een vliegtuig meeneem? Ik
Laat je hoofdje zien. Goed zo. The packet should be in the plane. Oké. Voor leuke shit. Je geld of zo. I don't know. Take down. Oké, okay, capture the payphone. Dat gaan we dus niet doen. Maar wat is nou precies de bedoeling dan? Nou, de missie gehaald? Volgens mij wel. Nou, laten we gewoon weer eens teruggaan. Dan zien we wel wat schip gaat stranden. Eerst even snel 7, dan weet ik het trouwens. Ik ben gewoon weer druk op load. En dan weet ik of ik de missie gehaald heb of niet. Maar dan klik zo en dan zo. Dan was deze kant op. En dan moest ik helemaal hier naartoe. Worden ze brug alweer dicht. Dus ik kan mooi in één keer doorchasen. Oh, daar had ik ook een safe house. Ah. Oké. Okay. Now I get it. Deze kant, deze kant. Ik kom zo weer bij mijn huisje uit. My warehouse. It's literally safe. So that's what it said. Oké, okay, zo. Dan gaan we nu 7. En weet of we het gehaald hebben, ja of nee? Dus deze. Oké. Okay. Kan ik het als goed zien? Start game. Load. Nee. We didn't did it. Dus we gaan even terug naar D. Even opnieuw proberen. En mijn Banshee. Tiduut. Ik dacht, ik kan een missie doen bij R. Maar ik wil eerst D even afgerond hebben. Daarna gaan we verder met R. Dan gaan we verder met Park Life. Als jullie de snap grappen. Als jullie de snap grappen. Als jullie de grap snappen. Ik ben een random duif hier. Dat is zo fijn. Ik ga gewoon het raam altijd losstaan met opnemen. Anders gewoon meteen zo warm wat op mijn kamer. Vooral in de zomerdag is het echt helemaal ernstig als ik mijn pc aan heb staan. Het begint nu langzaam maar steeds warmer te worden. Weet je wel hoe laat het waarschijnlijk is. Met oog gezien. Dus ik moet weer denk ik even terug naar het airfield. Tuut tuut. Duif. Fuck off. Ik ga zo naar... Doe met jouw moeder. De hele dag dat doen. Hé, hey Nick, is je stil? Krijg helpt af en toe. Net als bij je klantenservices. Wow. Jongen, ik maak wel bloedvlek op mijn auto. Of zeg ik die wel goed? Ik zat wel goed op die weg. Zucht. Wie kan die thuis een strot omdraaien? Pitsies heb je toch niet nodig hier. We moeten toch wachten op de brug. Dan ga ik echt wat eraan doen. Mission accomplished. Maar er rijdt niet eens iets onder. Of vaat iets onder.
Ik hoor dat beest gewoon nog. Kom ik de luchtschachten open staan. Ook nog eens. Zucht. Ik weet zo meteen wel die drugskartel hier is. Dus ik moet hem even uitroeien. Twee slagbomen. Nul slagbomen. Daar doen we het voor. Series 2D. Uno, down. You, down. Fonteintje! A packet to be in the plane. Put it in. Just see it. Take down. Oh, ik moet dat busje gewoon jatten. Aha. Neem gewoon deze mee. Het is makkelijk naar binnen. Oké, waarschijnlijk gaan we die gasten dus echt helemaal uitroeien nu. Zo'n idee heb ik. Boom. Die slagbomen hebben ze al snel gerepareerd. Maar daar hebben ze toch niks aan met mij in de buurt. Ik ram dat ding gewoon meteen naar de klappers. Dan gaan we hier naartoe. Goed, ja. Deze busjes die willen gewoon echt niet rijden. Kijk er dan, het rijdt toch niet. Zucht. In ieder geval, de brug is wel dicht. Dat scheelt al heel veel. Alleen niet dat ik zo meteen precies moet zijn. Jongen, ga je nog gewoon door. Zoals iedere normale burger zou doen. Ja, dit busje redt ook echt voor geen ene zak. Je hebt de hand erin volgens mij. Ja. Moet ik even een lange remweg. En met de handrem is het. Oh, net zo ernstig. Gaan we dat allebei doen? Oh, nog redelijk op tijd. Toot. Noot, noot, move. Noot, noot, move. Ah, kijk. Hier moet ik dus ergens zijn. Een paar lopen. Van hem heb ik ook zo geen last meer. Hem ook niet. Maar die ook niet meer. Ach, we hadden er ook een keer een paar. Hoe ver ik het ooit een keer zag. Ik wil de busjes springen. Jij bent ook dood. Wacht, is er iemand te roepen tegen mij? Hier voorop nog iemand. Gewoon een wapen volgens mij.
Ik rem eens naar binnen met het busje. Of met dit voertuigje. Of niet. Tot op met de bus die keihard rookt. Houd goed, roken is niet gezond. Ik weet niet precies wat handig is om nu te gaan doen. Ik ben zo bang voor. Echt instant onder vuur werd genomen. En hier ben ik ook niet echt blij van. Wat is full health cheat? In GTA. Dat zou gewoon heel fijn zijn nu. Oké, okay. GTA 3. Full health cheat. Oké, okay. Even opzoeken. Ik heb nog heel weinig vertrouwen in. Flying cars. Nee, nee. Nee, ja. Gesund, hi. Wat? Gesund, hi. Oh, met T. Oké. Okay. En die appjes. Ik word ergens kerk van onderschot genomen. Maar vanaf waar? Ik ga dat wapen niet heel veel aan veranderen. Maar dit wapen wel. Moe. Oh, 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 oh. Ja, ik ga ook niet heel veel uitvreten nu. Oh, je hebt ook dead. Extra ammo. Mensen, zijn jullie hier wel niet? Hoppa. Is ook geen last meer. Er nog eentje. Die is ook dood. Mooi sniper overzichtje eigenlijk gehad. Oeh, ik mag niet met een lift. Ik kreeg geen trappen te lopen. Dat is nog een chill. En meteen een loading screen. Oh, cutscene zelfs. Wow. Wat zal er allemaal gaan gebeuren? Shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends. Don't be such a pussy. Hey, we got no choice, baby. We always got a choice, you dumb bastard. Ik ga ook dood. I'm sorry about the crazy bitch, man. They all the same, please. Por favor. So, the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Whoa, psycho.
Oh, sorry, mister. Oké, ik ga nu gewoon eens een complete wagen destroyen. Er is gewoon iemand vol naar binnen gereden. Ik wil graag jouw wagen hebben. Dank u. Dat is wel heel vaak naar Game FM. Valt trouwens wel op. Dat is wel een eindmissie van deze regio of zoiets, denk ik. Of van die gang. Ik heb echt geen flauw idee. Ik weet wel dat de game heel langzaam aan begint op te schieten aan het einde. Gaan we zien wat het schip gaat stranden. Oké, in ieder geval hebben we deze missie dus bijna gehaald. Ik ben er redelijk blij mee ben. Ook al was het best wel een lange stuk rijden. In ieder geval had ik tot echt de actie. Net wist wel hoe die controls werken van het schieten. Het heeft ongeveer 70 afleveringen geduurd, maar hey, dan heb je ook wat. Wat gaat er nu gebeuren? Mission completed of niet? Mission passed. Maar ik ga in alle rust even deze missie opslaan. In ieder geval, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Tjus.